Ja, we zijn even offline geweest. We hebben de settings even iets aangepast en hopen dat we nu in de lucht blijven. De wifi-verbinding schijnt wel oké te zijn nu. Gok ik zomaar. We zijn er nog niet helemaal achter. Af en toe schiet of de wifi-verbinding eruit of de internetverbinding zelf. Geen idee. We zijn een paar bols verder in de mijn. Stand nog steeds 10-9. Dukke heeft hier toch wat kansen laten liggen. Want dit was toch een schot van team van Simon om nog wat meer punten te scoren. Roy heeft nog één bal. Ik kan nog steeds proberen die bal weg te schieten. Voor een extra punt. Nou, besluit te plaatsen. Uit, zoals de Duitsers zeggen, Sicherheit. Gründen. Het is geen risico als die klost het punt afgeven is nu niet lekker. Maar waar we de vorige mannen, zeg maar aan het einde, het team van Simon even niet goed zagen spelen, hebben we nu even gemist. Maar was het team van de Dupke even niet goed. En wordt toch het punt nog naar het team van Simon, Roy en Johan. Stand dus 10-10. Spannend. Terwijl ik ondertussen even naar mijn techniekman kijk. Om te kijken of wij nog online blijven. Krijg ik daar wat bevestiging van. Dat is mooi. Dus we hebben de kwaliteit nog ietsje naar beneden geschroefd. Om te kijken of dat misschien gaat helpen. In ieder geval de verbinding in stand te houden. Want dat is toch wel wat prettiger dan af en toe eruit gegooid te worden. Nou, wat extra concentratie bij Marco Zijntje. De eerste bal was niet zo goed. Net niet, dus deze moeten eigenlijk wel raken om deze mannen nog open te houden. Het gebeurt ook, geen slecht schot. Valt iets boven op de bal, dus hij blijft wel in de buurt. Maar er is ruimte. En de tegenstander heeft ook niet zo heel goed geschoten de laatste twee mannen. Dus het biedt weer wat perspectief voor het team van Dupke om als ze nu een bal naar binnen krijgen. Dus ietsje geluk moeten hebben hier op de grond. We kunnen dat zo meteen perfect zien met de bal die Martin nu gaat gooien. Je zal die ongeveer een meter voor de buurt laten neerkomen. Waar de bal op de grond komt zal ongeveer een meter voor de buurt zijn. En dan is de vraag of valt hij goed of valt hij niet goed. Er is veel beweging rondom de baan bij het publiek en ja, is toch niet fijn, dus maakt even de cirkel uit. Opnieuw concentreren. Ja, die valt dan net ietsje verder dan een meter voor de buurt. En daarmee is die dus ook te kort. Hij valt ook vrij zacht, moet ik zeggen. We gaan kijken of de tweede bal van Mart dan ietsje verder neerkomt. Wat ongetwijfeld het plan geweest zou zijn. Met de eerste al. Die is duidelijk verder. Ja, je ziet op het terrein wat er gebeurt. Hij valt ietsje minder zacht dan de eerste bal. Hij rolt gewoon anderhalve meter door. Ligt nog wel op punt gelukkig voor het team van Dupke. Maar helemaal onder controle heb je het dus niet. Behalve als je vreselijke portees gaat gooien. Ze heeft vier bols gegooid van het Dupke. Dus dat ziet er op dit moment niet goed uit. Maar dat hebben we eerder gezien. De laatste twee mannen waren ook niet goed. Van beide teams niet. Nu wel direct
mooi op punt geplaatst door Johan. Dus de druk enigszins op de ketel bij het team van Dipke. Die nog maar twee ballen hebben tegen vier van het team van Simon. Dus dit zou toch moeten kunnen. Nou, besloten wordt om toch een normale bal te plaatsen. Dat kan. Dit is helemaal niet verkeerd. Maar wel twee boels achterstand. Heel mooi geplaatst van Joey tegen de buurt aan. Mooi recht voor de buurt. Zorgt er natuurlijk voor dat als er geschoten gaat worden dat de buurt misschien uitgaat. Waarmee Dipke weer eventueel gered zou kunnen zijn. Dus eerst maar eens een schot doen van Simon op de kelder. En dan gaan we zien of de buurt uitgaat of niet. De eerste schot is niet verkeerd, valt er net overheen. Klos dan wel een andere bal mee naar achteren van zijn eigen team. De eerste van Johan. Dus als de buurt nu naar achteren gaat, liggen ze misschien alsnog een punt. Nou, dan wordt de situatie toch weer anders. Raakt de bal wel, maar half. Het buurtje ietsje meer naar achteren en door die klos bij zijn eerste schot ligt het team van de Dupco opeens op twee punten. En dan is het 2-2. Of 2-1 natuurlijk. Joey heeft nog maar één bal. Maar goed. Ze gooien naar de cirkel om te plaatsen. In ieder geval twee bols binnen die achterste te leggen. Ik weet niet of de cameraman dat in beeld heeft, de twee voorste boels. De bal die er recht achter ligt, dat is de beste bal nu van het team van, of de tweede beste bal van het Dupke. Daar moeten deze twee boels tussen, beter dan die bal achterin. Want anders heeft Joey een schot voor drie. De eerste linksvoor zeg maar, lijkt wel beter dan die achterste, maar is niet heel duidelijk. Die lijkt mij hoog. En springt ook een beetje naar weg naar rechts. Dus nu gaan we denk ik meten. Ik denk dat Marco Zeitz op zoek gaat naar de meter. Om te kijken of die achterste misschien al of dat nog steeds de twee punten zijn of niet. Of dat het er maar eentje is. En als het er twee zijn, dan zal Joey ongetwijfeld gaan plaatsen. Maar als het er maar eentje is, is de kans aanzienlijk dat hij gaat schieten. Tenminste, dat zou ik dan overwegen op dit terrein. Is absoluut geen makkelijk terrein om te plaatsen. En om het buurtje mee te spelen met een bal die er al in de buurt ligt, is zeker moeilijk. Dat wordt er zeker ook niet makkelijker op. Inderdaad, waarschijnlijk liggen er dus maar op eentje en schieten we voor twee en blijven liggen is natuurlijk 13. Dus dat zou natuurlijk masterlijk zijn. Echt zojuist de bevestiging van Marco die naast mij staat. We gaan kijken of Joey dat voor elkaar kan krijgen. Dus cameraman heeft de linkerboel van de twee in het vizier, neem ik aan. Goed schot van Joey, genoeg voor twee in ieder geval. Toch een beetje niet helemaal tevreden om dit niet blijft liggen, maar misschien moeten ze er maar even blij mee zijn. Als de tegenstander rustig even kijkt of het inderdaad twee zijn
zegt Marco Zaitsen, voor elke centimeter een pelsje. Nou ja, dat kunnen we doen, maar dan was het heel veel bier geweest. Dus daar zag Roy vanaf. 2 punten voor het team van Dupke, stand 12-10. Het blijft een spannende wedstrijd. Even duidelijk in beeld, links Johan Mol, in het midden Simon op de kelder, daarnaast Roy Hulskamp, voor in beeld Marco Zaitsen. De eerste bal van Mart valt goed. Wederom ongeveer een meter voor de buurt gespeeld. Zoals ik al had verwacht. Johan Mol staat toch ook goed te plaatsen. De laatste paar meters. Zeker. Laat de bal iets meer rollen dan Marti. Die speelt hoger en verder. Misschien is dat ook de reden waarom Mart de buut iets meer aan de rechterkant heeft gelegd. Nu liggen meer steentjes aan die kant. Met die eerste van Johan dus dubbel op de bal van Mart, maar net niet op punt. De tweede mooi gegooid op het meest kale plekje wat hij kon vinden. Netjes met een flinke boog uit laten rollen, netjes. Leuk om te zien dat de dames ook weer samen spelen. Katie Bos met Diana de Wolf en Lieke van der Voort. Damesteam speelt op dit moment tegen Milan, Frank en Bert. In de A complementair denk ik. Of nee, in de B denk ik. Oh, Marco zei het ze even niet goed. Joey en Mart nog 3 ballen. Tegen nog 4 van Simon en Roy. Team gesponsord door Laboel. Vorige week ook al in de prijzen. Of afgelopen maandag is dat. Op het tweede paasdag toernooi bij Grand Cru in Leidschendam. Helaas konden wij daar niet bij aanwezig zijn met live beelden. Daar speelden zij de finale, als ik het goed heb. Nou, het schot van Joey was allemaal netjes raak. Dat betekent dat ze nog 2 bolles over hebben tegen 4 van het team van Simon van Midi. Echter hebben ze van posities gewisseld. Roy is de tireur geworden. Roy Hulskamp. Eerste schot net niet. Dus 3 tegen 2.
Terwijl Simon nu toch weer gaat schieten. Vreemd. Nee, ik werd verkeerd. Roy was natuurlijk aan het plaatsen net te plaatsen net te lang. Die bal van Roy komt niet in het beeld. Die was gewoon net even te kort. Dus een bal van Simon tegen twee van Joey en Mart. Gaat lastig worden nu. De laatste bal van Simon. Die gaat er zelfs al doorheen. En daarmee is de winst voor het team van Dukken. Joey van Doorn, Marco Zijtse en Mart van Nuenen gaan door in dit toernooi naar de volgende ronde. Nou, doen we ook even een kleine pauze. Gaan we eventjes wat eten. En dan komen we later uiteraard terug bij jullie. Achterin op deze baan is nog bezig de wedstrijd van het team van René Vreeswijk. Jelle Venema, Ayon Nimonaar. Tegen een team wat ik wel ken, maar even de namen van kwijt ben. Dus daar kom ik later ongetwijfeld wel even op terug. Tot later.